Van harte gefeliciteerd. Château Neuburg is de beste pilsner geworden tijdens de Dutch Beer Challenge. Ja, daar zijn wij ook erg trots op. Ontzettend blij mee dat wij opnieuw weer in de prijzen gevallen zijn. Château Neuburg is al voor de tweede keer nu zwaar in de prijzen gevallen. En we zijn vanavond weer beloond met de nummer 1 prijs. En dat we dat met z'n allen, als kleine zelfstandige familiebrouwerij, hebben geflikt. Daar zijn we erg trots op. Ja. Want de bierkenners zijn het er allemaal over eens. Het is een heel bijzonder bier, vandaag wederom gebleken. Hoe kan het dat het nog niet bekend is bij het grote publiek? Dat is ook een hele goede vraag. We hebben het een paar jaar geleden geprobeerd in diverse type flessen. Maar de blauwe fles, het bier in een blauwe fles, is toch iets wat de consument aan moet wennen. Bier zit traditioneel in een bruine fles. En als de consument langs het schap loopt en hij ziet daar een blauwe fles staan, dan associeert hij het niet met pils. Vandaar dat we het afgelopen jaar ook begonnen zijn met het hanteren van labels. Labels waar goed op zichtbaar is dat het een pilsner is. En vanaf dat moment is het nu goed gaan lopen. Nou, ik zou zeggen, daar is de camera. We weten nu, het zit nu in een blauwe fles. Ik zal het nog één keer zeggen, Château Neuburg is de winnaar van de Dutch Beer Challenge. Het lekkerste bier van Nederland, gekozen door een vakkundige jury. En dan heb ik al een heleboel reclame gemaakt. 10 seconden heb jij, de camera is van jou. Goed, Château Neuburg, het beste bier, het beste pils van Nederland gekozen. Daar zijn we erg trots op. Het is gemaakt met Limburgse grondstoffen door een kwalitatieve, zelfstandige familiebrouwerij. En we hopen dat we heel veel consumenten in de toekomst aan ons pils, ons goede pils, kunnen binden. Nou, dat klinkt heel erg goed. Dankjewel en heel veel succes met de verkoop van Château Neuburg. Dankjewel.